Het is niet omdat je niet queer bent dat je geen respect hebt. Allee, dat zou een beetje raar zijn. But I think you need to really put in the work. Ja, heel kleine dingen. Ja, voor ons. Ik heb het gevoel dat dat eigenlijk deels al op een passieve manier gebeurt. Dat er hier mensen passeren en ze kijken dan zo eens naar de gevel. En dan zijn er al zo mensen die zo hebben van... Nee. Well, at the moment, I think the name queer gym filters already out a lot of people. Because queer can mean anything to anyone. But for some reason held a lot of... negative, let's just say, to some certain people, so that they don't approach queer gym. Ja, op onze kaarten staat er obviously wat wij verkopen om te drinken, maar staan er ook never assume gender, always ask for pronouns. En dat lijkt wel zo'n beetje een tweede barrière. Je kan dat niet 100% controleren. Hè. Je kan wel zo goed mogelijk communiceren. Uiteindelijk weet je niet exact wie naar jouw feestje gaat komen. In een ideale wereld willen wij eigenlijk dat onze feestjes op voorhand helemaal uitverkopen, zodat mensen die er zijn, weten waarom dat ze komen. Wanneer wij bijvoorbeeld activiteiten organiseren, zeker kleinschalige activiteiten, werken wij altijd met inschrijvingen. Dus als we weten wie er komt, wat de motivatie is, dan weten we ook hoe die ruimte gaat ingenomen worden. Met onze eerste editie hadden we ook een geheime locatie. Dat zorgde er wel voor dat mensen niet toevallig naar het feestje gingen. We hebben bijvoorbeeld al op... queer feestjes gehad dat een groep bachelorettes daar plots zit en dan zo komt kijken van we gaan een beetje naar de queer circus of iets zot doen. Dat gaat sowieso niet gebeuren als je een geheime locatie hebt of als je moet registreren of tickets kopen. Wij organiseren praatcafés bijvoorbeeld en aan de deur hebben we altijd onze Safer Space flyer. We did set a few house rules in the gym to make it clear what safety is by respecting each other. En ook ja, wel natuurlijk met zo de in het begin zeggen van we proberen dit een veilige plaats te laten zijn, respecteer elkaar. We used to always introduce ourselves with our names and our pronouns to hope that that already hinted that conversation of not to assume anything. Op het moment hebben we ook wel zo gesproken over een safe word, dat iedereen in het begin eens was over een bepaald woord dat je kon gebruiken. Precies om niet te hoeven echt nog een verdere uitleg te geven, maar gewoon om aan te geven dit hoeft niet. We've realized that working in Brussels, language barriers are often a big issue. And so we're now starting to realize we have to implement this moment to say, hey, use whatever language you want. To use the audience as translators to together find the solution. En als je al merkt aan de persoon die binnen wil komen van, goh, die soms een buikgevoel of soms door echt gewoon te kijken naar hoe mensen reageren op hoe je de regels uitlegt, kan je al destilleren van misschien is het toch beter dat je misschien eens een andere keer terugkomt. Op dagen dat we weten, zo gelijk heel drukke momenten met nieuwjaar of met Gentse feesten, dat we nog een deurpersoon moeten inschakelen, daarbuiten valt dat best wel mee. Je moet ook niet vanuit gaan dat de mensen die niet flinta zijn met slechte bedoelingen komen of dat die geen respect hebben voor anderen. Het is niet omdat je niet queer bent dat je geen respect hebt. Allee, dat zou een beetje raar zijn. Maar ja, uiteindelijk zijn er altijd, en dat is dan vooral op zo drukke, zatte avonden, dat er nog steeds wel mensen moeilijk doen door andere mensen lastig te vallen. Moest er iets voorvallen, we hebben wel mensen die rondlopen die security zijn of zo, safety angels. Wij dragen ook altijd onze Merhaba t-shirts, wat ons ook duidelijk een aanspreekpunt maakt. Wat ik ook wel vaak zie is dat veel mensen die hier komen dat ook gewoon vanzelf al doen. Die zo signaleren naar ons achter de bar van daar, nee. Soms voel je dan een tension of ik voelde op een bepaald punt dat er heel veel bewustzijn is rond ons racisme, want iedereen begrijpt elkaar, er is heel veel herkenning en erkenning daar. Maar dat er nog steeds soms discriminatieve statements waren over andere groepen. En dan voelde ik me wel heel oncomfortabel daarbij, van hoe kan je als moderator dit gaan modereren, want mensen delen op dat moment ook wel heel kwetsbare dingen over hunzelf. Ja, niet iedereen gaat altijd naar ons komen. Dat we bijvoorbeeld niet altijd durven zeggen als er iets is dat hun... dat ze niet aangenaam vinden. Allee, dat is eigenlijk gewoon toegankelijker om dat ook gewoon in zo'n formulier te verzenden. Om bij Switch terecht te komen zijn er eigenlijk twee manieren.
Je kunt enerzijds op Smart School op de meldknop drukken en dan krijg je eigenlijk gewoon een leeg veld waar je kan schrijven wat je wilt. Er wordt ook een soort van feedback form gemaakt waar je kan zeggen wat je denkt van het feestje om wat te leren. Dat was een redelijk, redelijk simpele lijst, mm-hmm. waarin dat ze dan konden invullen van deze vind ik niet zo nice. Mm-hmm. Deze is wel nice. En er is een dispatcher, dus dat is bij STIP, dat zijn de leerkrachten van Switch. Die dispatcher kijkt, waar gaat dit best naartoe? Conflicten, iemand die zich niet goed voelt, dat kan bij Switch terechtkomen. Maar als het bijvoorbeeld gaat over verpesten, stalking, zo'n dingen, dan gaat dat natuurlijk niet naar Switch, maar gaat dat bijvoorbeeld naar de directeur of de interne leerlingenbegeleiding. Ja, heel veel dingen wat eruit zijn gekomen is wel zo, was heel... Ja, heel kleine dingen. Ja, voor ons. Ja. Ja, maar voor die mensen is dat dan zo. Misschien iets leuker om hier te zijn. Ja. It's very hard to create a safer space individually or with one person because you have so much responsibilities. So it's nice to have it in a group and that's what we did here with the Kiki Ball. We had a lot of people helping out. We ondersteunen mensen samen. We proberen met hen naar een hobbycafé te gaan, omdat wij een groep zijn, maar dat de drempel te hoog is, omdat ze niet kunnen lezen of dat ze niet durven alleen kunnen komen, hebben wij ook gezegd van neem iemand mee als vertrouwpersoon. Wij zijn ook bij Switch allemaal meters en peters van klas uit het eerste of het tweede. Dus als er iemand in die klas ergens mee zit, dan gaan die snel naar de meter of peter. Als zij of hij niet goed voelt in de groep, dat er nog angstig is, mag ook de ondersteuning bijblijven, zodat zij of hij kan aanpassen aan de groep. You need to have this network, you need to have these people surrounding you to be able to create a safer space. Otherwise you're just putting safer spaces or the name to make it as a trend. We zien ook wel dat bepaalde deelnemers zichzelf de groei vinden en dat ze zelf ook durven stappen zetten. But I think you need to really put in the work. Make sure that everybody feels good, feels welcome, can express themselves the way they want. Ja, in het begin dacht ik dat gaat heel zo afspraken voor elkaar. Zullen misschien onnatuurlijk of zo strikt overkomen alsof ik de leerkracht ben, maar iedereen ging daar eigenlijk heel snel in mee. Als je daarmee rekening houdt, denk ik dat dat veel meer doet dan aan de inkomen zeggen, consent is belangrijk. Wij tolereren geen discriminatie, geen racisme, geen transfobie. Ik denk ook gewoon toegeven dat dat er gaat zijn ook. Dat je aanspreekpunten hebt en dat je weet van hoe kan ik omgaan met zo'n situatie en hoe kan ik het beste daarmee omgaan. Maar ook wel, inderdaad, het is niet omdat het opgeleid staat dat het effectief zo gaat zijn. Dus ja, dat blijft iets dat je moet zoeken als community en hoe dat je aanpast ook aan je specifiek publiek.